En dan zijn we nu toegekomen aan kleine mini-applicaties. Desktop-programma's worden ze ook wel genoemd. Waarin je eigenlijk handige functies die je normaal op je bureau terugvindt, zoals een rekenmachine, een kladblokje en dat soort zaken, in een programmaatje samengevat op de achtergrond aanwezig kunt hebben. En misschien begrijpt u niet helemaal wat ik bedoel, maar je bent bijvoorbeeld aan tekst verwerken en die tekst verwerken kan niet rekenen. Nou, dan toveren we ineens een rekenmachine in beeld of een kladblokje. Laten we maar eens gaan kijken. Ik ben hier bezig met een tekstverwerkingsprogramma. En een van de nadelen van dit pakketje is dat je maar één bestand tegelijk kunt raadplegen. Door een simpele druk op de knop haal ik dat achtergrondprogrammaatje naar voren. Ik kies voor Notepad en ik heb als het ware een kladblaadje bij de hand. Ik kan dus eigenlijk twee bestanden nu raadplegen. Nog een stapje verder is het gebruik van de calculator voor het doen van berekeningen. Of nog eentje verder, zelfs een kalender in beeld. En dat is niet een kalender van één of twee dagen, dat kan echt jaren doorlopen. Nog een stapje verder. Een telefoonklappertje in beeld. Waar we keurig ook nog telefoonnummers kunnen inzetten die met een auto-dial modem nog automatisch kunnen worden gebeld ook. En als laatste een ASCII-tabel. Stel dat we in tekstverwerking bezig zijn en we willen bijvoorbeeld een E met een trema, dan kunnen we de bijbehorende ASCII-code opzoeken en zo binnen een bepaald pakket toch die tekens gebruiken. En dan wil ik u nu aan het einde van deze les nog wat aardige hardware-uitbreidingen laten zien. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met de winkel van Sinkel. En dat begint met deze videocamera. Een camera die we hebben aangesloten middels een speciale interface op een personal computer. En wat we kunnen doen is plaatjes opnemen, eventueel veranderingen aanbrengen op het computerbeeld en vervolgens daar weer videoopnamen van maken. Hiernaast een bijzonder apparaat waar we een velletje papier waar tekst op staat kunnen inleggen. Vervolgens drukken we op een knop. U ziet het velletje papier verdwijnt in het apparaat. U denkt dat is een papiervernietiger, die heb ik al vaker gezien. Maar dit is een speciale leesmachine. De informatie van het papier wordt gelezen en via een RS-232 uitgang op de machine doorgekoppeld aan een personal computer. En als het goed is, verschijnt zo hier de tekst op ons beeldscherm. Op die manier kunnen we hele teksten van papier gewoon als bestand opslaan op schijf. En dan lopen we nu even naar de andere kant. En we zien hier bijvoorbeeld een toetsenbord waarop we ook een microfoontje kunnen aansluiten. En dus met behulp van spraak commando's aan de computer kunnen geven. Dan nog een toetsenbord dat voorzien is van een speciaal venster. Door eenvoudigweg met de vinger op een bepaalde plaats op het venster te drukken, kunnen we op die manier commando's aan de computer doorgeven. Dan dit handige hulpje voor de boekhouder. Dat kunnen we klemmen op een normaal toetsenbord en hij kan dan de numlock-toets vastzetten, dus de cijfertoets op zijn eigen toetsenbord blijven gebruiken en deze gebruiken voor cursorbesturing. Verder natuurlijk ook nog een digitizer. Een apparaatje om met behulp van drukken op die plaat tekencoördinaten etc. door te kunnen geven. Dan even de stap naar beeldschermen. U ziet hier een heel bijzonder beeldscherm dat eigenlijk de afmeting heeft van een A4'tje. En dat kan handig zijn als we in tekstverwerking gelijk de inhoud van een heel velletje A4 in beeld willen hebben. Trouwens, als we even kijken naar die beeldschermen, daar horen ook altijd grafische kaarten bij. En nou zijn er veel verschillende grafische kaarten. En dit is een kaart, heel speciaal, die allerlei van die verschillende kaarten kan emuleren, of zo u wilt, simuleren. En dat gaat dan met behulp van het instellen van eenvoudige dipswitches op de achterkant. Dan de stap naar de CD-ROM. U kent hem nog wel, het schijfje waarop we eenmalig informatie vast hebben laten leggen door de fabrikant. Bijvoorbeeld een gegevensbestand of wat dan ook, een encyclopedie voor mijn part. En die kunnen we dan steeds weer raadplegen. Het nadeel van dat schijfje is dat die alleen gelezen kan worden, maar daar hebben we een oplossing voor gevonden, namelijk de wormschijf. De wormschijf, eenmalig kunnen we die schijf beschrijven en vervolgens veelvuldig lezen. En die wordt vooral veel gebruikt in de CAD
sfeer. De tekensfeer dus. Daarnaast een harddiskkaart. Een kaart die we zo in de computer kunnen onderbrengen. U ziet hier ook aansluitingen op zitten. En daar is een complete harddisk unit van 20 megabyte op aanwezig. Met alle elektronica die erbij hoort.